Ik ben Niels van Stralen, medeoprichter en directeur van Chaincraft. We zijn een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van technologieën om organische reststromen of organisch afval om te zetten in duurzame producten. En tijdens mijn studie kwam ik wel heel veel in aanraking met duurzame energie. En dat duurzame energievraagstuk, dat integreerde mij zeer. Dus daarom ben ik me daarin gaan specialiseren. De technologie is ontdekt door mijn voormalig businesspartner Kirsten Steinbusch. Ik ben op een gegeven moment bij ingestapt op de universiteit. Mijn master thesis opgedaan. Met z'n tweeën hebben wij bedrijven opgestart en verder uitgebouwd. De innovatie die we nu ontwikkelen, dat is een technologie waarmee we dus organisch afval via een zogenaamd fermentatieproces kunnen omzetten in vetzuur. Dus dan moet je je voorstellen dat er in een reactor allerlei bacteriën aanwezig zijn die afval opeten en die een vetzuur uitscheiden. Die kan gebruikt worden als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld smeermiddelen, van weekmakers, van verf, van diervoeding, van geur- en smaakstoffen. En dat zijn producten die momenteel uit voornamelijk de palmolie-industrie gehaald worden. Wat ik leuk vind aan het laboratorium, naast de geur, want het ruikt niet altijd even lekker, is dat het gewoon heel leuk is om te zien hoe iedereen bezig is met het optimaliseren van de procesparameters, met het draaien aan de knoppen. Dat geeft gewoon een heel mooi gevoel. Men snijdt aan twee kanten. Enerzijds zetten we organisch afval duurzamer en hoogwaardiger in. En anderzijds zouden we het gebruik van palmolie kunnen reduceren. De fysica van Chaincraft is erop berust om kringlopen te sluiten, om nieuwe ketens te maken tussen de agro- of afvalindustrie en de chemische industrie. En wij zijn in die zin wel een van de pioniers op dat vlak. Dus wij zullen inderdaad ook een shift in denken moeten bewerkstelligen bij partijen die tot op heden alleen maar palmolie of op olie gebaseerde stof hebben ingekocht. Dus daar zit voor ons zeker een grote uitdaging.